mooi. Kerkkoren, die trekken aan de bel. Ze zijn nog maar met weinig. Ze vergrijzen in rap tempo. Hoe lang houden kerkkoren in ons land het nog vol? Alleluia, alleluia, alleluia. 20 jaar geleden 120.000 leden. Nu 40.000. Tweederde van het ledenbestand is opgedroogd en dus klinkt de laatste noot voor het ene na het andere kerkkoor in ons land. Daarover bericht de Twentse krant Tubantia vanochtend. Volgens experts is het een kwestie van tijd of kwalitatief goede kerkmuziek is nog maar op een paar plekken hier te horen. Vooral gewenst mannen en dan specifiek hoge tenoren. Die zijn namelijk essentieel voor het aloude Gregoriaans, maar de aanwas daarvan is nagenoeg nul. Nu weet ik dat hier wat muzikaal talent aan tafel zit. Of je ook tot de hoge tenoren hoort, dan gaan we misschien... Ik dacht misschien even auditie doen, Raquel. Het kan, hè? Ja, u heeft een goede stem, toch? Nou, ik heb ooit in dit programma mogen piano spelen en zingen, maar daar heb je me nooit meer voor teruggevraagd. Dus en bent u daar dan onzeker van geworden? Wat daar de reden van is, moet u aan uzelf vragen of misschien aan de redactie die meekijkt. Heeft u een goede stem? Om te spreken. Om te spreken. Wil u niet nu even weer wat laten horen? Om een soort van auditie of u nog een keer. Dat doen we nooit zonder voorbereiding. Volgende keer graag. Dan gaan we.